En dan nu... Hallo kijkers, welkom bij alweer het derde seizoen van Leuke Dingen voor de Mensen. Bent u nog op vakantie geweest? En zo ja, hebt u een leuke vakantie gehad? Of bent u gewoon lekker thuis gebleven en heb je hier ook een leuke tijd gehad? Ondanks de regen. Moet kunnen tegenwoordig. Er is wel wat veranderd de laatste jaren. Door de digitale revolutie zijn we tegenwoordig in staat om bijna op hetzelfde moment dat we iets meemaken, het ook meteen aan het hele thuisfront en de rest van de wereld te laten horen en zien. Je maakt een foto, zet hem op Flickr, Facebook of weblog en je stuurt iedereen die nog niet met een RSS-feed je geboekmarkt heeft een link en klaar is Kees. Of Jacques. Inplakken van foto's is ook gedigitaliseerd. Je bestelt gewoon een compleet boek met alle foto's erin. Geen plak- en lijmresten meer op tafel en niks meer knippen en plakken. Ik miste wel die diaavonden waar je eindeloos moest kijken naar de plaatjes van het reisje langs de Rijn en de geraniums in Oostenrijk en de bergen in Tirol. Of misschien ook niet. Ze zijn nu alleen in een andere vorm behouden gebleven. Omdat iedereen overal foto's van maakt en de harde schijven eindeloos veel materiaal kunnen behappen, moet je tegenwoordig naar 16 verschillende invalshoeken van hetzelfde kijken. Terwijl de beperking van het fotorolletje, die toen gelukkig ervan weerhield om meer plaatjes te maken dan nodig was. Veel plezier op de digitale diaavondjes. Het wordt een lange, warme herfst. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.